Hoi, welkom bij weer een nieuwe ASMR-video. Super leuk dat je er weer bent. Super gezellig. In deze video wilde ik lekker tapping-geluiden maken. En dat wilde ik eigenlijk doen met een paar skincare-producten. En in de tussentijd wilde ik gewoon een beetje vertellen daarover. Want ik heb weer wat nieuwe dingetjes geprobeerd de afgelopen zomer. En ja, misschien hebben jullie er wat aan. Dus even kijken, ja, ik moet af en toe even bukken, want ik heb het hier zo op de grond staan. Maar ik was deze zomer dus op zoek naar een goede zonnebrand, waar ik dus niet al te veel buisjes van krijg. Ja, en dus ook een combinatie van zonnebrand en cleanser. Dus een cleanser waarmee ik het er wel goed af kan wassen, die niet gelijk heel mijn, ja, hoe zeg je dat, huidbarrière of zo verstoort. Want zoals sommigen van jullie weten, heb ik daar best wel last van, dat zodra ik dingen op mijn gezicht ga doen of te veel gewassen met zeep en dat soort dingen, dan krijg ik dus last van, ja, een soort van, ja, gewoon eczeem eigenlijk. Dan krijg ik gewoon rode plekken. Ik had het nu hier ook trouwens. Dat is wel een goed voorbeeld. Vanochtend begon het hier opeens heel hard te jeuken. Ik zit even in het schermpje te kijken. Maar goed, normaal krijg ik dan dus hier, of ik krijg het hier, of hier. En dan begint het gewoon als een klein plekje. En dan voor je het weet is het echt zo'n grote rode vlek. En dat wil je natuurlijk niet. Maar ik ben er dus de afgelopen jaren wel achter gekomen dat het eigenlijk vooral gebeurt als het dus, als ik dus dingen op mijn huid smeer. Of in de winter als ik in een hele droge ruimte zit. Bijvoorbeeld op werk heb ik nu de laatste tijd in de winter zo'n soort van verwarmingje aangehad. Daar wordt de lucht heel droog van en dan merk ik het ook heel erg op een gegeven moment. Dus dat. Maar goed, het is natuurlijk wel belangrijk om je goed te beschermen tegen de zon. Dus dat is altijd een beetje een dubio van, ga ik dan zonnebrand opdoen, maar wel tegelijkertijd dus last krijgen misschien van eczeem en buisjes en daardoor misschien ook wel littekentjes krijgen en zo. Wat ik ook wel in het verleden heb gehad. Dat je dan dus niet tegen producten kan en ja, dat je daar dus iets aan overhoudt. Of ga ik het niet doen, maar ja, heb ik dan later misschien problemen. En dan heb ik het nog niet eens over het probleem van rimpels, maar gewoon ja, huidkanker en zo. Wat je natuurlijk ook niet wil. Dus ik ben sowieso tegenwoordig wel heel erg goed aan het smeren. Ja, ik weet wel, mensen zeggen van ja, je moet het iedere dag doen, maar dat doe ik dan ook weer niet. Ik bedoel, overdag werk ik eigenlijk vooral binnen in een ruimte zonder raam. Dus dan doe ik gewoon, nou, hoe zeg je dat? Ja, dan loop ik smiddags een half uurtje of zo buiten. Dus ja, dan denk ik van ja, dat is dus weer zo'n overweging. Dan ga ik geen zonnebrand op doen als ik echt maar een half uurtje buiten ben en dan wel al die lasten ervan heb. Maar als ik bijvoorbeeld nu tegenwoordig, ja, in het weekend naar de stad gaan lopen of zo, dan doe ik wel gewoon zonnebrand op. Ja, dus ik heb best wel veel dingen geprobeerd. Nu had ik dus aan het begin van de zomer, toen ik ook op wandelvakantie was in de bergen, had ik deze. En dit is de CeraVe Facial Moisturizing Lotion. En die vond ik toen dus super fijn. Alleen op een of andere manier, ja, toen ik dit dus echt 2 weken echt heftig gesmeerd heb, toen opeens kreeg ik dus wel last van buisjes die dus bleven. Dus ik denk dat je het soms ook moet aankijken. Soms heb je het gevoel dat je dus geen last van hebt, maar eigenlijk na 2 weken of zo, dan kan het opeens, ja, toch allemaal uitkomen. Want het begint natuurlijk dat je het niet ziet. Dus ja, vond ik lastig, want ik vond het voor de rest wel een hele fijne crème. Ook gewoon een fijne moisturizer voor overdag. En dit was dus de factor 50. Maar toen dacht ik, van ja, misschien dat de 30 wel ja, iets minder verstoppend is. En je merkt ook echt, als je dus deze pakt en deze, dat die factor 50 veel vetter en veel dikker is. Dus ja, ik heb nu deze twee. Deze ligt zo'n beetje in de kast. Die gebruik ik niet zo heel veel meer. Deze gebruik ik eigenlijk ook niet zoveel. Want ik heb een nieuwe, ja, nieuwe favoriete combinatie eigenlijk. Dat is namelijk deze. Dat is de Biodermal SPF 30. Volgens mij heb ik ook een 50 hiervan liggen. Ja, en deze is gewoon heel fijn. Die is niet te vet. Ik heb het gevoel dat hij
heel goed en heel snel intrekt. Terwijl je bij deze echt wel, ja, zo'n laagje blijft echt wel op je huid. Zeg maar, als het een beetje nat wordt, dan voel je gelijk helemaal glibber, de glibber, de glibber. En bij deze is het gewoon, ja, ik doe zo en het is allemaal ingetrokken. Ik gebruik sowieso echt best wel veel hoor. Ik denk wel.
lichaam. Deze kan ik niet gebruiken. Hij voelt super moisturizing. Is nou leuk.